Wat zijn de verwachtingen van vandaag? Dat is een hele goede vraag. Aangezien dit de startsessie is, ben ik daar nog heel benieuwd naar. Ik laat me verrassen en dan gaan we het gewoon zien. Hoe was het? Ja, verhelderend. Het is niet een per se dat ze het op deze manier moeten doen. Maar ze kunnen wel dit gebruiken als een soort handvat om aan zichzelf, bij zichzelf te blijven. Ik vind het vooral leuk om van andere organisaties te horen waar ze mee bezig zijn en hoe ze dat relateren aan deze propositie. Maar ik ken het begrip merkimplementatie, dat was gewoon nieuw voor mij. We kregen bijvoorbeeld bepaalde voorbeelden van bepaalde sites. Ja. En ik dacht, oké, maar waar gaan we naartoe, zeg maar? Waar komt Pier 21 in dit verhaal? Ja.